Ja, het is heel tempting om het eerst te beginnen over Trump. Maar laten we eerst beginnen over die gevechten waar de Noord-Koreanen aan mee hebben gedaan. Wat weten we daar precies over? Ja, we weten dat ze nu in Koersk, dus die Russische regio, actief zijn. Daar heeft Oekraïne een deel van het grondgebied ingenomen in augustus. En het is de bedoeling dat de Noord-Koreanen gaan helpen om dat te heroveren. En het lijkt erop dat er nu de eerste paar Noord-Koreanen zijn ingezet in de strijd. Maar ja, om wat voor aantallen dat precies gaat, is nog niet heel duidelijk. Nee, de verhalen gaan dat dit elite troepen zijn uit Noord-Korea die ingezet worden, die afgestaan zijn. Er werden getallen genoemd van tussen de 10 en 100.000. Weten we ongeveer hoeveel er zijn daar? Ja, waarschijnlijk gaat het nu om zo'n 10 à misschien 15.000 soldaten die in Rusland zijn. Mm-hmm. Daarvan zijn er nog een heel aantal ook in training. Ja. Dus het is niet zo dat ze allemaal al aan het front staan. En ja, de inlichtingendiensten van de VS en van Oekraïne en Zuid-Korea, die komen de hele tijd met updates. En die hebben het nu over een aantal Zuid-Koreaanse militairen die betrokken waren bij een vuurgevecht. Dus het klinkt nog niet als heel veel. Het zijn Noord-Koreanen. Je zei Zuid-Koreaan, maar het zijn Noord-Koreaanse. Oh, ja, sorry, Noord-Koreanen. Ja, nee, even helder hebben dat die niet ook ineens mee staan te vechten. De Zuid-Koreanen. Dan het verhaal natuurlijk is, die Noord-Koreanen, die zijn er niet voor niks. Er zijn geen mensen meer te krijgen in Rusland om te mobiliseren, kan ik me voorstellen. Of is het gewoon een gemakkelijke stap die hij zet, zonder dat hij zijn Poetin, dus zijn eigen bevolking onder druk zet? Ja, het is vooral dat laatste. Dus Poetin zou nog meer mensen kunnen mobiliseren. Maar daar ziet hij vanaf. Dat doet hij om de maatschappelijke druk een beetje te verlagen in Rusland. Dus hij biedt heel veel geld aan voor mensen om zich aan te sluiten bij het leger. En hij haalt nu dus Noord-Koreanen tevoorschijn. Ja. En ja, dat is heel handig voor hem, want ja, het maakt hem niet uit als er een aantal Noord-Koreanen sneuvelen in de strijd. Maar het kan hem wel helpen om dus Koersk te heroveren, wat al een aantal maanden best wel naar is dat Rusland dat gebied niet onder controle heeft. Ja. Eventjes de Zuid-Koreanen, ik kom er toch nog even van de hoek, want Yoon Suk-yeol die heeft niet uitgesloten dat Zuid-Korea Oekraïne gaat voorzien van wapens. En hij zegt, ja, dat komt omdat de Noord-Koreanen weer samenwerken met Rusland. Hoe wordt dat ontvangen bij jou in Oekraïne? Ja, goed, dat wordt ontvangen als een kans. Want dit zou wel een grote ontwikkeling zijn. Zuid-Korea levert in principe geen militaire steun. Dat is bij hun wettelijk vastgelegd. Maar goed, dat kan nu gaan veranderen. Oekraïne hoopt dat heel erg. En zij zien de steun afbrokkelen in de VS. Ja. En ook wel in Europa een beetje. En als ze dan Zuid-Korea als nieuwe partner erbij krijgen, dan is dat zo gek nog niet. Want ze hebben wel een flink leger. Precies, komen we toch inderdaad noodgedwongen bij Amerika, want Trump daar herkozen. Zelensky heeft gisteren gebeld met hen en op X heeft hij gezegd, het was een prima gesprek. Nou weten we wat Donald Trump ooit gezegd heeft over Zelensky. Het is de best salesperson ever. Dit is de man die alles kan verkopen, die altijd met een tas geld weer naar huis gaat. Maar er wordt wel gevreesd dat Amerika zijn steun intrekt. Iets wat hij beloofd heeft, ook Trump, te zullen doen. De oorlog te beëindigen door Poetin te bellen en afspraak te maken en Oekraïne terug te werpen in zijn hok. Wat wordt er voor gevreesd in Oekraïne? Ja, er wordt wel enigszins voor gevreesd. Maar ja, mensen zijn hier ook wel, zeggen hier ook van, nou, het gaat hem toch niet lukken om binnen zo'n korte tijd voor vrede te zorgen. Dus Oekraïners zijn er ook wel rustig onder. En die zeggen, nou weet je, we gaan gewoon met hem praten en we zien wel wat eruit komt. En wat ik hier hoor is dat mensen zeggen, Trump die komt er vanzelf achter dat zijn plan A niet gaat werken. Hè, dat hij niet zomaar voor vrede kan zorgen. Ja. En dan moet hij overschakelen op plan B. En dat is misschien een enorm steunpakket aan Oekraïne weer. Dus daar hopen ze hier toch op. Dat hij misschien toch voor iets goeds kan gaan zorgen. Maar Trump blijft onvoorspelbaar. Maar dus geen vrees dat Oekraïne een land moet weggeven, omdat Trump zegt, ja, die steun die wil ik niet meer. Succes ermee. Ja. Die vrees is er niet eigenlijk. Nou, die vrees is er wel, maar de Oekraïners hopen toch dat Trump toch nog voor iets goeds zorgt. Het is een vrij aparte reactie. Dat hoor ik heel veel in Oekraïne, dat mensen toch zeggen, nou, het gaat niet goed met ons, we zijn niet aan het winnen. Dus dan kunnen we maar beter iets nieuws proberen. Want onder de Democraten hadden we ook niet veel meer steun gekregen dan we nu al krijgen.
Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Tim Schaap van de ANWB is bij ons. Het is 12 minuten voor 7:30. Een ongeluk op de A58 in Brabant zorgt voor file, neem ik aan. Ja, zeker. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg, om precies te zijn. Het ging mis bij knooppunt de Baars. Een ongeluk met 3 personenauto's. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de vertraging is ongeveer een kwartiertje. Dan naar Flitsmeister. Meerdere flitsers zijn gemeld. Waaronder de A2 naar Eindhoven bij 167,1. Maar ook op de A27 even oppassen richting Gorkum. Want ter hoogte van Houten staat er een bij 66,0. Macro-economisch doet Amerika het fantastisch. Het beeld van de gemiddelde Amerikaan is: het gaat slecht met de economie. En dan zie je maar weer, die opiniepeilingen zitten er weer naast. Trump heeft met meer procenten gewonnen. Hè? En nou ja, het is echt een grote overwinning voor Trump. Wij zijn BNR. En wij kijken even naar de beurs. En ja, nieuws komt met name uit Europa, zegt Maxime van Meel van BNR Beurs. Je krijgt vooral binnenlands geluid, want de kwartaalcijfers komen vooral uit Nederland. Zoals die van Adyen, de betaalverwerker, had een goed eerste half jaar. Want de omzet groeide en het kreeg er een paar grote klanten bij. Omgekeerd beeld is er bij Alphen. De laadpalenmaker ziet dat de kosten veel groter zijn dan de inkomsten en moet daarom besparen. Dus zit het nu in besprekingen over een sociaal plan voor de 15% personeel dat de deur uit moet. En je krijgt nog Air France KLM. Ook daar geen fantastisch eerste half jaar, al verwachten analisten wel wat beterschap. Sowieso is het derde kwartaal het moment voor de maatschappij om te scoren. Want dan kunnen ze laten zien dat de zomervakantie goed verdiend heeft. En als je dan toch nog wat Amerikaans geluid wil horen, dan is er ook nog je favoriete econoom Jerome Powell. 'S Avonds hoor je meer van hem en zijn Federal Reserve en hun plannen voor het Amerikaanse rentebeleid. Beleggers zitten eigenlijk al met het hoofd bij de volgende renteverlaging, want die denken dat deze zo goed als zeker is. Dus is het opletten voor hints over dat beleid van de Fed voor de komende maanden. Ik ben Maxime van Wil van BNR Beurs. Elke avond 6:30 werkdag om precies te zijn hier op BNR Live. Of terug te luisteren in je favoriete podcast-app.